welkom. Vandaag weer eens een nieuwe video. Wederom een best wel bijzondere video als je het mij vraagt. Hier zit namelijk een keer weer eens een Nederlands tintje aan. Afijn, niet een Nederlands tintje. Het gaat gewoon compleet over Nederland. Dit is een Nederlandse vrouw en het speelt zich af in Nederland. En dit verhaal is echt een verhaal waarvan ik denk, hoezo heb ik dit nog nooit gehoord? Ik kwam het volgens mij vorige week of zo ergens tegen. Ik weet niet meer precies waar ik het tegenkwam, want dan probeer ik dan een beetje zeg maar terug te graven in mijn brein van goh, waar heb ik dit dan gevonden? Maar ja, ik viel in zo'n gat van dit hele verhaal, dat ik het eigenlijk niet meer kan herinneren hoe ik er eigenlijk bij kwam dat dit verhaal bestond, hoe ik erachter kwam dat het überhaupt bestond. Het is echt een bijzonder verhaal. De persoon in kwestie waar het over gaat, dat is Maria Swanenburg. En Maria Swanenburg is afkomstig uit Delft. En deze vrouw zou in 3 jaar tijd ongeveer 100 mensen hebben vergiftigd. En dit heeft er dan ook voor gezorgd dat ze vandaag de dag een plekje in het Guinness Book of World Records, zeg ik dat goed? Volgens mij wel. Ze heeft daar dus een plekje in, een notering in, als de grootste gifmengster aller tijden. Ja, dat die Nederlands zou zijn. Dat is nou niet echt per se iets waar we als Nederland heel blij mee moeten zijn. Maar goed, het is nou eenmaal zo. Het is in ieder geval een heel bizar verhaal. Maria die vergiftigde dus heel veel mensen. En wat ze vervolgens deed is, ze inde het geld wat deze mensen af hadden. Of, nee, we moeten anders zeggen. Deze mensen hadden levensverzekeringen, begrafenisverzekeringen afgesloten. En wat er dan gebeurt is, als zo iemand overlijdt, dan komt er een bedrag geld vrij. En wat Maria deed is dus deze mensen vergiftigen en vervolgens inden ze dus lekker al dat geld van die levens- en die begrafenisverzekeringen. Fucking bizar verhaal. Laten we in ieder geval gewoon snel gaan beginnen, want het is echt gestoord. Maria Catharina Swanenburg staat ook wel bekend onder de naam Goeie Mie. En ze is geboren op 9 september 1839 op de Oostdwarsgracht in Leiden. Ze werd geboren in een gezin van 12 kinderen. Ze was de dochter van Clemens Swanenburg en Johanna Dingjan, als ik het goed zeg. En ze bracht haar leven voornamelijk door in de armere wijken van Leiden. Maria kreeg de bijnaam Goeie Mie. Die bijnaam, dat is dus de naam waar ze eigenlijk echt onbekend stond, of hoe ze bekend stond. Die kreeg ze die bijnaam doordat ze best wel veel klusjes deed. Ze kluste wat bij hier en daar, ze deed de was voor mensen, ze paste op kinderen. En wat ze ook deed was zieken verzorgen. Een behoorlijk lastig bestaan voor Maria en haar gezin. Dus haar broertjes en zusjes en haar ouders. Overigens, deze broertjes en zusjes, veel hiervan, het waren moeilijke tijden. Overleefden het eigenlijk niet, die zware omstandigheden. En om een beetje te helpen, het gezin bij te dragen aan het gezin, kluste Maria dus zo superveel bij. Want de vader van het gezin, de vader des huizes, destijds eigenlijk de man die dus voor het inkomen zorgde, die begon op een gegeven moment een beetje naar de fles te grijpen. En hij begon zijn geld aan plezierige andere dingen uit te geven. Dingen die dus niet per se handig waren voor het gezin. En daarom hielp Maria die droeg wat bij aan het huishouden in onderhoud. Op 13 mei 1868 trouwde Maria Swanenburg, Mie Swanenburg, Mie, Goeie Mie. Moet even één naam verzinnen. Laten we gewoon Goeie Mie zeggen, want anders dan denk je dat ik straks over 100 verschillende personen heb. Goeie Mie die trouwde met een man genaamd Johannes van der Linden. En Johannes was fabrieksarbeider bij de grofsmederij. En Goeie Mie had al een zoontje van een andere man. Maar toen ze met Johannes trouwde, kregen ze nog eens 7 kinderen. Zoals ik net al vertelde, waren het behoorlijke barre tijden. En van deze 8 kinderen in totaal bleven er dan dus ook maar 2 kinderen leven, helaas. Ja, zoals ik al eerder had verteld, stond Goeie Mie niet voor niets bekend als Goeie Mie. En was ze echt vriendelijk, behulpzaam, noem het maar op. En dit was het geval tot in 1880. Toen Maria Goeie Mie namelijk 40 jaar was, ongeveer 40 jaar. Toen bleek ze niet echt meer die hulpzame vrouw die ze al die tijd was gewast. Was gewast? Was geweest. Vanaf dat moment bleek ze namelijk haar zieke en omstanders stelselmatig te gaan vergiftigen. Arsenicum bleek het middel waarmee Goeie Mie al haar slachtoffers vergiftigde. Een goedje wat toentertijd gewoon bij de drogisterij om de hoek, toentertijd heette dat de Ruiter, ze kon dat daar gewoon kopen. En als er dan aan haar werd gevraagd wat ze daarmee wilde gaan doen, dan zei ze dat ze de wandluis ermee ging bestrijden. Wat ik daar overigens wel even bij moet zeggen, is dat ik ook ergens heb gelezen
dat het goedje wat Goeiemie kocht ook daadwerkelijk gebruikt werd om wondluis mee te bestrijden. En dat ze dat dan dus niet zomaar zei. Wat in sommige verhalen dus wordt verteld is dat goedje 4 delen zwavel had en 1 deel arsenicum. En dat dus niet goed genoeg gemixt was. En dat Goeiemie dus zomaar gewoon het arsenicum eraf kon scheppen. Maar goed, het is mij dus niet helemaal duidelijk. Ik heb daar verschillende dingen over gelezen hoe dat precies zit. Ja, en wat Goeiemie dan dus deed, is die mensen die al zo ziek waren, die ze dus verzorgde, of de mensen waarbij ze in huis was, waar ze voor kookte, ja, die ging ze dus vergiftigen met dat arsenicum. En wat ze dan van tevoren deed, bijvoorbeeld bij de zieke mensen, was dat ze zei van, oh, je bent al zo ziek, je hebt het zo zwaar, laat mij je helpen met je levensverzekering. Of laat mij je helpen met je begrafenisverzekering. En nou, wat er soms ook wel eens gebeurde, is dat ze dat gewoon afsloot, die levensverzekering of die begrafenisverzekeringen, achter de ruggen van die mensen om. Ja, echt zo bizar. Ja, toen ik dat las, toen dacht ik meteen, ik ging gelijk even met mijn hakken in het zand. Want ik dacht, hoezo andere mensen verzekeren? Hoezo achter de ruggen van mensen omverzekeren? Maar het scheen dus dat je in der tijd mensen, dat je dus voor iemand anders kon verzekeren. Dus je kon iemand verzekeren achter iemands rug om, zeg maar. En meerdere mensen konden andere mensen verzekeren. En iemand kon zelfs meerdere keren verzekerd worden. Zolang dat die premie maar betaald werd, was er eigenlijk geen haan die ernaar kraaide. Dus zo kon Goeiemie ongezien zoveel van al die verzekeringsgelden, als je het zo mag noemen, opharken. Echt knetterbizar. Nou, Goeiemie die ging dus dat arsenicum, dat supergiftige spul, dat ging ze dan dus mengen met het eten, met de soep, met de pap die ze aan die mensen gaf. En vervolgens overleden die mensen en harkte zij gewoon schaamteloos die verzekeringsgelden van die mensen op. En het gekke was, er kwam dus ook geen dokter of zo kijken als er iemand overleden was. Want Goeiemie zei iedere keer, joh, helemaal niet nodig, ik heb het hier volledig onder controle, maak je geen zorgen. En het ding was ook een beetje in die tijd, die doktoren die hadden gewoon ook helemaal niet zo heel erg veel zin om in die armere wijken te komen. Want ze dachten, ja, nou ja, mij niet bellen. Dus ja, in dit geval was het voor Goeiemie heel prettig en heel handig en kwam het allemaal perfect uit voor haar in ieder geval. 3 jaar moest het dus duren voordat mensen een beetje argwaan begonnen te krijgen over die goede bedoelingen van Goeiemie. En op een gegeven moment in 1883, op 8 december, kwam daar toch wel een beetje verandering in hoe goed die Goeiemie nou wel zou zijn. Want de familie Frankhuizen, dat was overigens, als ik het goed zeg, ook een zwagerin. Ik wist niet dat dat een naam was, maar volgens mij een zwagerin van Goeiemie. Goeiemie was daar langs geweest en mensen begonnen een beetje argwanig te worden. Dat is geen woord volgens mij. De argwaan begon een beetje te komen richting Goeiemie, omdat zij daar was geweest. En er waren ineens 3 mensen van de familie Frankhuizen plotseling overleden. Tegelijk. De rest was al ziek geworden, maar de rest was gelukkig niet overleden. Maar 3 waren er wel overleden. En dat vond iedereen vrij bizar. In ook dit geval van de familie Frankhuizen zijn er weer wat meerdere verhalen die ik lees. Het ene verhaal is dat de lijkschouwer, die dus de lijkschouw van die 3 overledenen op zich nam, dat hij een beetje argwaan begon te krijgen. Hij vertrouwde het niet helemaal met betrekking tot Goeiemie en hij vond arsenicum bij die mensen. Waarop Goeiemie dus gearresteerd zou worden. Het andere verhaal gaat weer over een overlevende van de familie Frankhuizen, dat hij naar de dokter is geweest en dat de dokter erachter kwam dat hij dus, die persoon in kwestie dus, vergiftigd was. Die dokter die begon argwaan te krijgen en dat hij vervolgens aangifte deed tegen Goeiemie en dat ze vervolgens naar aanleiding daarvan op is gepakt. Dus mij ook weer niet helemaal duidelijk hoe dat in elkaar zit. Nou, op 15 december 1883 werd Maria Zwanenburg, ook wel Goeiemie dus, gearresteerd. En in de eerste instantie beweerde ze en bleef ze maar volhouden dat ze echt helemaal niks met al die doden te maken had gehad. En dat het niet haar schuld was geweest. Er was zelfs nog iemand in de straat geweest die achter het arrestatieteam de politie aan had geroepen. Hoe kun je dit nou doen? Dit is zo'n goed mens. Laat die vrouw met rust. Maar vervolgens, uiteindelijk, toen er een verklaring werd afgelegd door een buurvrouw, die
Goeie Mie naar binnen had zien gaan bij de familie Frankhuizen. Waarschijnlijk heeft zij daar iets van arsenicum in dat eten gegooid en is ze vervolgens weer weggegaan. En die buurvrouw die had verklaard dat ze Goeie Mie dus had gezien. Naar aanleiding hiervan gaf Goeie Mie toch eindelijk wel toe dat ze wel iets te maken had gehad met die familie Frankhuizen en die drie doden en die vergiftigingen. En dat ze hen dus had vergiftigd met arsenicum. Maar goed, langzaam maar zeker begonnen steeds meer buurtgenoten in die armere buurten, in die wijken rondom waar Goeie Mie woonde, zich steeds meer vage, onverklaarbare overledenen, over onverklaarbare doden te herinneren. En dus kwam het ook steeds meer naar voren, werd het ook steeds duidelijker dat Goeie Mie misschien wel veel meer doden, veel meer moorden op haar naam had staan dan iedereen aanvankelijk had verwacht. Nou, wat er gebeurde is, er werd een sectie verricht op 16 overledenen. En luister even goed, 13 daarvan moesten opgegraven worden. En ik wil het me eigenlijk even niet voorstellen, maar 13 mensen moesten dus opgegraven worden. Maar hier zaten dus ook mensen tussen die echt al maanden overleden waren en die al maanden onder de grond lagen. Dus je kan je enkel voorstellen hoe dat eruit moet hebben gezien en hoe dat moet hebben geroken. Niet prettig, denk. Na lang en grondig onderzoek van hoogleraar Teunis Zaaier bleek inderdaad dat er in 14 van de 16 lichamen waar een sectie op was verricht, en bleek dus dat daar arsenicum in zat. Inderdaad, zoals iedereen eigenlijk had verwacht. Natuurlijk niet gehoopt, maar wel verwacht helaas. Het proces van onderzoeken had op dat moment zo'n lange tijd in beslag genomen, dat Maria's zaak eigenlijk pas voorkwam anderhalf jaar nadat de eerste verdenkingen op haar gericht waren. Op 23 april 1885 gebeurde het dan daadwerkelijk. Toen begon de rechtszaak tegen Goeie Mie, Maria Swanenburg. En het was echt bizar. Blijkbaar heeft die rechtszaal zo vol gezeten, want mensen bleken het de zaak van de eeuw te noemen. Hoe bizar, mensen waren kwaad op Goeie Mie, wat ik natuurlijk heel erg begrijp, want ik bedoel, hoe bizar is het dat iemand zoiets verzint en zoiets doet ook. Mensen, ze hadden in kranten erover geschreven, mensen hadden dingen gelezen erover, dus iedereen wist zo'n beetje wel hoe die zaak in elkaar zat. En best wel bijzonder. Ja, vandaag de dag kun je natuurlijk ook gewoon in principe naar iedere openbare, volgens mij gewone rechtszaal, daar kun je naartoe. Meervoudige kamer kan volgens mij niet. Maar toen de tijd was het dus ook al gewoon openbaar. En mensen konden dus gewoon bij die zaak zijn. En dat deden ze dan dus ook. Uiteindelijk bleek er zoveel bewijs te zijn tegen Goeie Mie, dat zelfs haar advocaat, dus de persoon die Goeie Mie zou moeten verdedigen, ja, die dacht echt, dit gaat hem gewoon niet meer worden. En hij zei zelfs, nou jongens, dit, ja, ik zou niet weten wat ik moet zeggen, maar ze is gewoon schuldig. Nou, lekker advocaat heb je dan. Maar goed. Uiteindelijk werd Maria Swanenburg veroordeeld tot levenslang en moest ze haar straf uitzitten in de vrouwengevangenis van Gorinchem, waar ze uiteindelijk in 1915 overleed. Het verhaal van Maria Swanenburg en wat daar precies is gebeurd is in ieder geval zeker niet onopgemerkt gebleven. De aantallen wisselen een beetje over hoeveel mensen ze zou hebben vergiftigd en hoeveel mensen er uiteindelijk aan overleden zouden zijn. Ze zou ongeveer 93 tot 97 mensen hebben vergiftigd. Echt bizar veel, vind ik. Ja, ik bedoel, ieder persoon is te veel. En ze zouden volgens mij, als ik het goed, moet even goed zeggen, er zouden ongeveer tussen de 23 en 27 mensen daadwerkelijk overleden zijn aan deze vergiftiging. Echt gestoord. Ja, wat ik dus vooral vrij bizar vind aan dit hele verhaal, is dat dit gewoon in Nederland is. Dat dit gewoon in Nederland plaatsvindt. Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Het is, al is het in Duitsland, in Afghanistan, in Engeland. Het is altijd verschrikkelijk dat zoiets gebeurt. Maar dat dit gewoon in Nederland is gebeurd. En dat ik er gewoon eigenlijk nog niet van op de hoogte was tot op vorige week. Terwijl het staat zoals in het Guinness Book of Records. Zo intens. Ik vind het heel raar. Ja, en wat ik me eigenlijk heel eerlijk gezegd ook afvraag. En met mij zullen er ongetwijfeld heel veel anderen zijn. Waarom heeft deze vrouw dit gedaan? Dat bedenk ik me bij ieder verhaal. Waarom doen mensen dit? Hoe bizar dat mensen dit doen. Dat we in een wereld leven waarin dit gebeurt. Ja, echt gestoord. Maar ik denk dan, ja,
zou ze het dan hebben gedaan omdat ze gewoon niet helemaal lekker in de bovenkamer was? Of zou ze het hebben gedaan... Nou ja, dat sowieso. Want ik bedoel, in geen enkele situatie doe je zoiets en is zoiets acceptabel. Maar zou ze het dan hebben gedaan uit motief van haat voor mensen? Of uit motief van, ik wil geld, we moeten geld hebben, ik moet het gezin onderhouden? Want ze kwam natuurlijk niet uit zo'n heel erg lekker milieu. Maar goed, dan is dit natuurlijk sowieso niet goed te praten. In geen enkele situatie begrijp me het daarin ook niet verkeerd, absoluut. Ja, net zoals altijd natuurlijk, in dit verhaal sowieso. Het is een wat ouder verhaal, dus er zijn wat verschillende dingen die gezegd worden. Verschillende dingen die ik in verschillende bronnen lees, zoals ik al zei. Ik hoop dat ik er zo'n goed mogelijk, zo'n duidelijk mogelijk verhaal van heb gemaakt. Ja, zoals altijd, als ik meerdere verschillende dingen lees, dan geef ik dat meestal aan. Gewoon, ja, ik ben natuurlijk ook geen expert. En dan ja, als je iets anders hebt gehoord, zoals ik altijd zeg, laat me dat vooral weten. Misschien is het wel totaal iets anders dan wat ik heb gelezen. Zeg dat ook vooral, kan ik ook weer van leren. En ja, dan gaan we daarover in gesprek. Vind ik altijd interessant. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ik vond het echt wederom een bizar verhaal. Ik vind Nederlandse verhalen sowieso altijd bizar. Want dan krijg je toch altijd een soort van extra besef van, wow, dit soort dingen gebeuren dus ook gewoon in Nederland. Gewoon neffen de deur eigenlijk, om het maar even zo te zeggen. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken. Ja, als je meer van dit soort video's wilt zien, laat het me vooral weten. Als je zelf een idee hebt voor een video van, goh, kijk daar eens even naar. Laat het me ook vooral weten. Vind ik ook altijd interessant. En dan hoop ik je de volgende keer natuurlijk weer te zien. Doeg! Thank you.